het doet ertoe. Omdat wij er voor jou zijn, omdat het uitmaakt welke partijen hoeveel zetels ze hebben. En het doet ertoe omdat het bepaalt over welke dingen we het hebben. Als je mee wilt praten, moet je gaan stemmen. De wooncrisis, de klimaatcrisis, nu ook de coronacrisis, hoe die worden aangepakt, daar kun jij invloed op uitoefenen. Omdat stemmen eigenlijk het begin is van echte verandering. Voor iedereen die denkt dat het er niet toe doet, ik zou zeggen, kijk even naar de afgelopen 4 jaar, de groenste regering ooit. Geen enkele belofte waargemaakt. Het is tijd voor GroenLinks. We hebben nog 10 jaar om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Stemmen is meedoen en mee bepalen. Wij zijn de politiek, met z'n allen, samen. Dat ben jij ook. Je stem doet ertoe en het is heel erg belangrijk dat je stemt en dat je die keuze maakt die bij je hart past. Als wij met z'n allen opstaan, onze stem laten horen, kunnen we niet genegeerd worden. Ga stemmen. Wat je ook doet, ga stemmen.